Heine, u krijgt de eerste Tesla in Nederland. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Ja, gewoon bestellen. In 1943 was er in Tilburg een elektrische auto onderweg. Als papa aan het knutselen slaat, houden de meeste huismoeders hun hart vast. Het product echter dat deze Tilburgse vader voor zijn kinderen gemaakt heeft, overtreft alle verwachtingen. Een elektrische auto met 4 versnellingen, die radius van 60 tot 100 kilometer, is wel een van de mooiste stukken speelgoed die men zich denken kan.